En de quarantaineruimten worden steeds minder. Er zijn nu meer mensen die in quarantaine moeten dan dat er ruimten beschikbaar zijn. Dit zei Jerry Slijngaard van het NCCR gisteren op de COVID-19 persconferentie. Volgens Slijngaard zijn veel quarantaineruimten bezet door mensen die ons land illegaal zijn binnengekomen. Om de situatie beheersbaar te houden, vraagt Slijngaard de samenleving wederom om zich te houden aan de lockdownmaatregelen. We hebben op dit moment ongeveer 190, 189 of 190 mensen nog in quarantaine. En het zijn geen repatrianten. Het zijn geen mensen die van Nederland komen of van waar dan ook komen. Dus het lijkt me verstandig om die oproep nog een keer te plaatsen. Om ervoor te zorgen dat wij ons houden aan de maatregelen die zijn gegeven door het COVID-managementteam, door volksgezondheid en ervoor zorgen dat wij met z'n allen gaan proberen om deze zaak goed in de hand te blijven houden. Want het is mogelijk, het is niet dat het niet mogelijk is, het is mogelijk. Echter moeten we een beetje minder koppig zijn. En dan gaan we merken dat we, en ik zeg niet zomaar dat we koppig zijn, we bemerken dat bij elke maatregel die genomen wordt, men probeert om eronderuit te komen. Wanneer we zeggen we gaan naar total lockdown, vraagt iedereen, oké, maar wat is total lockdown en mag ik dit doen en mag ik nog een pasje hebben, want ik moet mijn hond naar de dokter brengen en al dat soort zaken. Total lockdown, wat takim ta of zo. Slijngaard zegt verder dat het erop lijkt dat het COVID-19 management team alleen te maken heeft met mensen die de maatregelen constant proberen te omzeilen. En zo kunnen we niet doorgaan. Want als dit de trend gaat worden, als dit zo door blijft gaan, dan gaan we straks helemaal geen enkele maatregel hoeven te treffen. Ja toch? Want dan wordt het God voor ons allen. Dus ik denk dat we daar rekening mee moeten houden. De quarantaineruimtes worden snel vol. En ik heb wat foto's gestuurd. Ik weet niet, is het mogelijk dat we die foto's zien? Want we zijn bezig om wat ruimtes te maken, omdat we er rekening mee moeten houden dat de reeds aanwezige quarantaineruimtes, dat deze quarantaineruimtes overvol zullen raken. Niet alleen met mensen waarvan we denken of waarvan we een vermoeden hebben dat ze ziek zijn en we dus eigenlijk een beetje uit de samenleving willen halen, maar we gaan die ruimtes ook moeten inzetten voor mensen die positief getest zijn. Aldus Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR. Hij roept de samenleving op om zich te houden aan de regels, want er zijn niet voldoende quarantaineruimten beschikbaar.